Mackenzie Oyen, Rossowski en Onuachu. Dat zijn de mannen die in de ploeg komen. Geen Questa, die is geblesseerd. Bongonda is niet helemaal fit. En Ito. Is het opletten, Ito. Onuachu, Ito. Daar komt hij opnieuw. Ito gaat neer. En wat doet Buko? Deze legt hij wel op de stip. En dat lijkt me meer dan terechte beslissing. Dat deed hij net even geleden ook al een keer. Maar dit is dan wel een overtreding van Eris. Kan hij Racing Genk dit belangrijke eerste doelpunt schenken? Onuachu. Met aanloop. Daar komt Onuachu. En dat doet hij uitstekend. 1-0 voor Racing Genk. Racing Genk dat nog niet al te veel kansen bij elkaar voetbalde, maar dat op basis van de drang, op basis van het balbezit, absoluut wel verdient. Een spits van 2 meter en 1 kan ook strafschoppen binnentrappen en doet dat op deze manier 1-0. Uitstekend werk van Paul Onuachu. Preciado gaat wat meters maken. Centraal. Dan liep Oye de goede kant uit en Buko legt hem weer op de stip in een wedstrijd waarin ze het echt wel lastig hebben om dat verschil te maken. Racing Genk gaat het dan 2 keer lukken. De eerste 10, 15 minuten de meeste drang. Dan viel het echt wel stil. Dan gaven ze de bal meer en meer aan Eupen. Waardoor het tempo zakte. Waardoor er uiteindelijk niet al te veel te zien was hier in de CGK Arena. Maar het kan zo meteen wel 2-0 worden met Onuachu. Er opnieuw in. Doet het deze keer op een andere manier. Maar ook dit doelpunt telt 2-0 voor Racing Genk. In de blessuretijd van de eerste helft binnen. Zonder echt goed te voetballen. Met een sprongetje Onuachu. Maakt hij zijn tweede van de avond. Tweede strafschop gefloten door Boko, de eerste. Dat was echt wel helemaal duidelijk. Letten nu, Onuachu legt hem klaar. Onuachu deed dat niet slecht. Oyen met actie, daar is de goal. Jawel, het is Ito die er heel snel 3-0 van maakt. Het begin van de tweede helft. We zitten in de openingsminuut. En Racing Genk maakt het meteen helemaal af. Nuruddin een derde keer geklopt, deze keer geen strafschop. Met hier de bal op Onuachu. Dan is Heijnen de man die daar geveld is. Oyen met de assist. En Ito met de goal. Het is de zevende. Op Andreas Beck. Voorzet met de buitenkant van de voet. Hier is een kans voor Eupen. Dit wordt misschien de 3-1. Vanier heeft al te veel tijd nodig. Kools met de poging van de Voort. Met de reflex. Poging. Is het van Jens Kools. Dan van de voet. Stef Peters. Hier is Isaac Nuhu. Naar binnen. Gaat het proberen. In de handen van Maarten van der Voort. Op deze manier. Ouattara. Hier is Ito. Dan zijn ze meteen met heel wat volk teruggekeerd. Daar bij Eupen. Voorzet van Ito. Maar hij. Gevonden door Ito. Ondanks het feit dat er toch wat volk daar mee kwam verdedigen van de bezoekers. Ja, weg te duwen. Komen ze toch op 4-0. De actie van wie anders zou je zeggen dan Ito. Hij vindt Heijnen. Dat doet hij uitstekend. Heijnen scoort niet al. Op deze manier komt Racing Genk dus opnieuw op de hoogste plaats. En kan er hier misschien nog een vijfde doelpunt bij. Rossowski, Onuachu. Even kijken. Jawel, het staat 5-0. De fout afgestraft. Onuachu maakt zijn derde van de avond. Deze keer niet van op 11 meter. De goede stiel van Rossowski. Waarin ze zeker in de eerste helft niet konden overtuigen. Bijna 80 minuten voetballen. Zomaar 5-0. Een pandoering. Is het dus 0. Het is gespeeld. Kijk, Boko. Hij fluit deze partij af. Racing Genk haalt het alles bij elkaar. Simpel van Eupen. 5-0. Een
fixen, Pandoering